ja, onacceptabel eigenlijk. Het gaat niet alleen om die motie die inderdaad met een hele brede meerderheid al meer dan een jaar geleden is aangenomen. Maar daarna hebben we het nog een keer geagendeerd. Omdat de toenmalige wethouder Levy kwam met het verhaal, ja, het kost wel veel geld. Toen is nog een keer bevestigd door de meerderheid van de raad dat we ermee moeten stoppen. Toen kwam het nieuwe college, waarin ze in hun coalitieakkoord zeiden, we moeten daar ook mee stoppen. Heb ik er nog naar gevraagd aan toenmalig raadslid Bot. Die noemde het flauw dat ik daar nog eens over begon. Toen werd het bevestigd en zelfs nog in de kadernota, vlak voor het zomerreces, stond het benodigde geld ook nog opgenomen. En nu is het weg. En dat kan gewoon niet. We hebben afspraken met elkaar gemaakt, al meer dan een jaar van tevoren. Dan kan je dat nu niet zomaar ineens weghalen. Het college zegt dat stoppen met chemische onkruidbestrijding nu 300.000 euro kost. Hoe wilt u dat betalen? Nou ja, dat wisten we toen ook al. Dat zeggen ze niet nu, dat wisten we al langer. En ook op die premissen hebben we die afspraken alsnog gewoon gemaakt. Kijk, ik heb nu een tegenbegrotingje gepresenteerd waarin we dat uit bepaalde zaken dekken. Maar in eerste instantie vind ik dat helemaal niet mijn verantwoordelijkheid. Want deze afspraak die we gemaakt hadden, die 3 ton hadden ze zelf moeten verzinnen. Nou, wij hebben nu gewoon een lijst gemaakt van zaken waar we voor en waar we tegen zijn. Daaruit blijkt dat we volgend jaar 170.000 euro kunnen besparen. En het jaar erop structureel 150.000 euro. Waardoor je dus dat bedrag, die 3 ton en meer, eigenlijk al gaat terugverdienen. Dus het kan wat ons betreft ook gewoon. Maar wat ik al zeg, ik vind het eigenlijk, dat is een soort van extra service zou ik het bijna willen noemen, dat wij dat aantonen waar wij het wel vandaan denken te halen. Maar het basispunt blijft, we hebben die afspraak gemaakt al meer dan een jaar geleden en aan die afspraak moet je je houden.